Het Houtvoorlichtingsinstituut heeft deze dagen op de Amsterdamse Bosbaan een wat vreemd uitziend gebouwtje laten neerzetten, met alleen maar de bedoeling om het voor een groot aantal deskundigen uit de bouwwereld weer in brand te steken. Men wilde namelijk laten zien dat houten plafonds, mits beschermd door een onbrandbare stuklaag, de hoge temperaturen bij een brand gemakkelijk doorstaan. Speciale thermometers werden aangebracht. Toen in de drie kamertjes van het gebouwtje het vuur was ontstoken, dreven spoedig dikke rookwolken over de bosbaan en zijn omgeving. De temperaturen werden met behulp van de nieuwste instrumenten gemeten. Ze bereikten tenslotte een hoogte van meer dan 800 graden Celsius. Het bleek dat het hout, ondanks de hoge temperatuur eronder, geen vlam vatte. Dat pleit enerzijds voor de beschermende stuklaag, anderzijds bewijst het dat hout behoorlijk warmte-isolerend is. En daar was het de organisatoren om begonnen.